Club Brugge ja, toch een nieuw tikje, want ja, alles ligt daar opnieuw vertrokken. En dan thuis tegen de beste ploeg van 2019 weliswaar, maar toch thuis tegen Mouscoen. Verliezen is niet echt ideaal om aan die play-offs te beginnen. Ja, maar ik denk dat Brugge nog dit seizoen niet echt standvastig geweest is. Hè. Ik denk dat nu ook in de play-offs gaat gebeuren. Dat je zegt, ja, oké, maar daarmee denk ik dat het heel spannend gaat worden. Vormer vond die nederlaag een schande tegen Mouscoen. Ik hoor in België heel veel interviews na een slechte resultaat na een 4-0. Dat kan niet en morgen gaan de spelers afzien en het is schandalig. Dat hoor je alleen in België eigenlijk. Speelt Leko voor zijn contract, denk je? Van, ja, 1 of plaats 2 en dan verlengen of is hij weg? In principe, als de club content is van een trainer en de resultaten zijn daar en de trainer is content en hij wilde over een contractverlenging spreken, dan vind ik het nu op dit moment, bij het begin van de play-offs, toch eigenaardig dat hij nog niet bijgetekend heeft. Dus dan zei hij, oké, dat blijft 50-50. Hij kan vertrekken of hij kan misschien ook blijven. Ja, kan er een weerslag hebben op de groep, op de prestaties, dat die zekerheid daar nog niet is? Goh, ik weet niet, een paar jaar geleden had René Weiler een nieuw contract getekend, net voor het begin van de play-offs, denk ik. Zoals het jaar dat Anderlecht kampioen heeft gespeeld. Heeft het geholpen of heeft het ervoor gezorgd dat iedereen wist, oké, de trainer is er, de club staat achter de trainer, dus we moeten ook achter de trainer staan. Ik denk niet dat de resultaten iets te maken hebben met het feit dat Leko nog bij Brugge zal zijn of niet volgend seizoen. Dan Juma is ook terug. Hij was volgens mij tot zijn kwetsuur de beste speler van de competitie. En ja, jammer genoeg lange blessure gehad. En nu eindelijk terug voor het belangrijkste moment van het seizoen. Dus we gaan hem zeker kunnen gebruiken. Ja. Clubkampioen? Dat durf ik niet zeggen.